opening. Er staat daar de lege fiets. Volgens mij staat hij voor u klaar. Nou, we gaan zo aan de slag. Maar dames en heren, voordat ik dat doe, wil ik u allemaal uitnodigen om vooral te genieten van deze dag. Om mee te doen met alle activiteiten. Jessica zei het al dat er hier heel veel culturele dingen gaan gebeuren. Maar ik nodig u graag uit om naar het Buitenhof te gaan. Er is ook een film in Pathé Cinema. Er is een debat met onder andere Wibbo Okkels over duurzaamheid. En vergeet niet om straks langs het Lange Vijverberg te lopen. Om daar Eerval onze duurzaamheidsmarkt te bezoeken. Dus voor ieder wat wils om Eerval nadruk te leggen op een wat gezondere, leefbare, mooie stad. En we gaan nu aan de slag. Ja, klimt u op de fiets? Dan ga ik het woord geven aan Michael. Doe rustig met onze wethouder, hè? Ja, ja. Ik ga stand-by staan met een drankje. Het podium is van jou. Oké, nou, je mag de muziek erin knallen. De wethouder doet even een nummertje mee, denk ik. Of niet? Ja, een beetje opwarmen. Hier is ingevuld. Maar het is wel een stoer ding, hè? Ik vind het een heel stoer ding. En 40 cent voor een volle tank? Ja, ik zou hem ook wel willen winnen. Heeft u de ogen dicht? Nu wel. Oké, dan gaat hij. Ik pak er een helemaal hier beneden. Zo, ik heb hem. Leest u het maar voor. Het is een hele jonge meneer of mevrouw. Lot nummer 1. 64 jaar. En dat is meneer of mevrouw Rijthoven. Echt waar? Bent u mevrouw Rijter? Ach, mevrouw. Oh, wethouder Baldiosing. Ga die mevrouw even opvangen bij de artiesteningang. En een applaus voor deze mevrouw. U mag daarheen lopen. En dan komt de wethouder uw kans op om u de sleutels te geven. Zolang jij de mijne bent, ben ik voor jou een vast belevenaar.
Wat ik vooral hoop, is jullie volgend jaar allemaal hier terug te zien. Denk aan vandaag, denk aan dat je iets vaker de tram pakt op de fiets. En een fijne zondagavond. Bedankt!